Hallo allemaal, welkom terug bij deel. Nee. Ik geloof 18. Negentien al, dus we gaan naar de deel 20. Ja, sorry, het telefoontje was van een collega van me, wiens vrouw is al verleden. Dus, en dat moest ik even geruststellen. Oh. Kijk, dat ik nog normaal het afgegaan. Alexa! Set timer 30 minutes. 30 minutes. Starting now. Nou, de laatste week op deze school. Wat moeten we doen? Alweer studeren voor tentamens. Het is ook een eeuwige terugkerend iets. Ja, ik besta. Studeren voor tentamens. En ik denk dat jou ook weer. Ah, dat wou je zelf ook doen ook, in orde. Actief gaat ook werken. Ja, gedaan. Snel. Pauze. Ja, we moeten nog naar school. Ah, het is in de buurt dus. Oh, prestatie bekijken, daarvan. Bij jou kennen we dat niet. Kun je prestatie bekijken. Dat is de tijd in de gaten houden. Het duurt wel lang. Ja, maar bij hem kan ik het niet vragen. Oh, nou wel. Oh, we gaan weer te laat komen. Let op. Nee, dus ga naar school. Nou, kunnen we niet reizen met de map? Ach, doe ze. Dit is school? Nee. Jawel. Ah, wat een gezeik zeg jij. Ja, oprotten. Ja, rot op. Rot op! Hebben we gedaan. Opschuiven. Ja, hebben we ook gedaan. Laat me naar de school gaan. Ja, ik zou wel willen, maar ik kan de school niet in. Dus
Dus ik kan niet reizen. Nou, weet je wat? De groeten. 3, 2, 1. Dag! Ah. Je kon het toch ook via de computer regelen? Waar ben je? Ga naar huis! Ze hadden wel even mogen zeggen dat het school, de carrière dag onderdeel van het school was. Post. Denk voor jou. Het spijt dat Claudia ervaring mee te moeten delen dat de e-sportbeurs niet haar is toegewezen. Volgende keer meer goed. Ja, oké, okay, het maakt niet uit. Ik kan een ding staan, vraag gewoon van wat. Huiswerk maken. Chop. Jij hoeft geen huiswerk te maken. Oké. Okay. Geef jij het mazzel. Oh, je hebt nog. Oh, je hebt een tik. Hartstikke mooi. Ja, morgen een tik. Dus een... Sorry. Maar je hebt ook een tik. Nou, heel mooi. Van ik weer geveger op mijn bril op mijn neus ga. 8,96. Ze zou dit huisje makkelijk kunnen betalen in de Uppie, Regina. Nou, hoeveel ben jij thuis? Weer 9 zoveel? Er is een computerstuk. Oh nee, ze zijn dat weer aan het doen. Wie is er beneden dan? Oh, you! Net 69, kijk. Aandelen maken. You. Overal bonus onderhandelen. En... Nee. Telefoon is vergadering host. En nog eens een keer 480 simoleontjes erbij. Hier staat er maar eenmalig. Nog een van het afwas. Maar dat maakt niet uit. Want kan ik, als we dat huis hebben, kan ik dat storten in... Die alles malig. Stukjes en beetjes. Nee, de ouders gaan toch mee. Maar die gaan in het huis wonen. Eentje gaat... Oh, is het toch niet zo groot? Gaat naar kamers en de andere gaat thuis. Het
zeggen, vallen we naar die klas toe? Oh, we zijn in de tweede. Eindcijfers, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Tada! Het semester is afgelopen. Semester gemiddelde 10, gemiddelde een 10. Voor alle vakken een 10. Damn! Good down, girl. Het is niet altijd even makkelijk geweest, maar Jennifer heeft morgen haar diploma uitreiking. Tijd voor een feestje. Oh, heeft ze morgen een diploma uitreiking? Oké. Okay. Oh, dat komt wel mooi uit, zeg hé. Hey. Oh, dan is het woensdag. Het zou leuk zijn als we allebei dezelfde dag zouden stoppen op school. Dan word je volwassen, Jennifer. Ja, dan word je volwassen. Ja, we doen volwassen. Ja, spannend, hè? Nee, dan maak ik haar morgen ook, laat ik haar morgen ook voor school gaan. Nee, waarom? Het is al dinsdag. We gaan gewoon tot zaterdag en dag wat zijn. Nou, als jij je diploma gehaald hebt, dan ga ik je een jaar ouder maken. Of ga ik je ouder maken. Alexa, how many time left? You have 19 minutes. You have 14 minutes. Oh, meer dan genoeg tijd. Greta Laureen wil als vrienden naar het einde van Claudia Feng. Nee. Ik ben al geweest met mijn geliefde. Je kan wel boos wijzen, maar dat boeit me echt niet hoor. Jij deed in het begin moeilijk, dus toen deze zoiets gaat, oké, okay, dan niet. We gaan dan verder met de volgende. Oh, ik wou net zeggen, ik heb dat uitgezet, maar ja, deze kan je helaas niet uitzetten. Ik moet toch eens kijken of er een mod voor is. Nee, ik heb binnen 2 dagen geleden ben ik naar een bal geweest. Ik ga nu nog een keer naar een bal. Goeiedag zeg. Oh, je moet zaterdag weten, zou ik uitnodigen. De vriendinnetje. Kan ik die ook ouder maken? En in de familie hijsen. Dan gaan die twee gaan op kamers wonen. En zij blijft thuis wonen. Oh, dan wacht even. Zij gaat niet meer naar school. Dan ga je ook werken. Waar ben jij in... Waar ben jij? Opleiding computerwetenschap, dus ik moet jou iets met computers laten doen. Oké. Okay. Ik kan nog geen baan kiezen. Okay. Godverdomme, ze allemaal 10 hey. Wauw! You got it, girl! Ja, wees maar 5 jaar. Halleluja zeg! En dan bedenk ik hoe slecht het in het begin ging. Dat is waarschijnlijk de ambulance voor mijn collega. Zeg ja. 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 Jij hebt het echt niet op je arm, hè? Exenoid Guma? Ja, mooi arm. Oh, Guma. And boyish and boy.
Even stilstaan. Hey, kijk. Ze vindt die jurk waarschijnlijk prachtig. Want ze heeft hem alleen maar aan. Ik heb niet gezegd, ze mooie strikken. Ze hebben hem daar gewoon getrokken. Oh, radio stopte mee. Soms word ik zo boos dat ik gewoon niet meer weet wat ik met mezelf aan moet. Wat moet ik jij doen? Praat er met iemand over. Ja, toch of een oude hoeren, dus... Oh, je gaat met je moeder praten. Oké. Okay. Je moet een spelletje spelen. Jij gist je kwijtraken. Loop, speel maar een beetje Call of Duty. Gumbo. Dear Koi. Manifest. Maar niet met je controllers gaan gooien, want dat kunnen ze niet tegen. Zo geen raid squid. Nee, oké. Dan is het goed. We hitten elkaar wel een keer op in een vergroep. Gaan we samen gamen. Oké, ma. Is goed, dank je. Gekkie, ze trapt ook overal in. Ben je nog hier? Waar kijk jij nou? Ja, je laatste dagen in dit huis. Geldt ook voor jullie. En dat geldt ook voor jou. Jullie herinneringen zijn hier begonnen. Ben jij niet naar huis? Het is al 10 uur geweest. Terwijl jij geen vampier bent. Het is niet altijd even makkelijk. Morgen haar diploma uitreiken. Tijd voor de feestjes. Ze krijgt geloof ik een pop-up. Ja, ze krijgt een pop-up als het zover is. Als het tegen 2 in de middag is. Dus we kunnen niet met haar mee naar school. Dus morgen, na de prijsuitreiking, word je ouder. Ik moet je gaan werken. Ah, heb je er weer. Wat heb je boven te zoeken? Ze zitten allemaal beneden. Ja, je kan alleen maar chatten, niet gamen. Ja, hè, de ballen. Zo. Ik ben eigenlijk maar... Het is zo'n toffe familie. Ze zijn altijd zo vrolijk en dansen. Ze bijten me nooit. Wacht maar. Het niet bijten, dat is binnenkort ten einde. Tenzij het niet anders kan. Ze hebben het dan allemaal een keer iemand gezet, dus ze weten hoe het gaat. Hoe zou jij te veel? Nog meer, niet jouw muziek. Ik had hem al zachter gezet. Zo, alsjeblieft. Hij is zachter. Oh, in het nieuwe huis kan je je hart ophalen. Cassandra? Oh, verkeerde. Je hebt een sleutel! Ja,
uitnodigen om te blijven slapen. Ze slapen niet. Anders zou ik in de familie slapen alvast. Het is alleen maar tot de school, want daarna gooi ik er weer uit. Maar dat ik zeker weet dat ze ook op de school zit. Dat is leuke verhalen. Het is gewoon op één kamer, et cetera. We kunnen eens in de zoveel tijd, denk ik, wel met haar spelen dan dat ze in het ding zit. Ik geloof dat dat wel mogelijk is. Dat zit ik eigenlijk moeilijk te doen. Ik weet hoe ik het ga doen. Ik verhuis die hele bub naar ons nieuwe plek. En we gaan met haar mee naar het studentenhuis. Want dan zijn de ouders zijn nog op die woning. Die betalen de huur. Tada. We hoeven geen lening af te sluiten. Want ik kan uit de families... dingen worden betaald. Nou ja, misschien dat je nog een beetje oh ja wil doen. Doe maar even in de douche. Dat is ook wel even lekker verfrissend. Ik wou dat ik mocht douchen volgende week per se. Ah, klootoog. Maak jullie wel de douche schoon? You, where are you? You are there. Heb jij nou dat liefste dingetje? Ik vat het niet hoor. Hi. Jij ook niet? Ik snap er niks van. Het is maar een vrouw. En dat met haar niet kan, begrijp ik. Het is zijn dochter. Maar dit is een vrouw. Oh, ja. Dit is een vrouw. Ja, naar waardevolle spullen vragen. Waarom ik dit doe, ik wil niet dat ze alles opent. Daarom heb ik haar punt afgenomen. Als ze ouder wordt, dan kan ze verder groeien hierin. Maar ze is nog een tiener dus ze heeft nog niet zoveel ervaring daarmee. Oh, hallo. Oh, yes. Ja, weet je wat, blijf maar de oren even zo lang hier al. Oh, dat zijn nou uit de familie verwijderd. Ja, nee, aan de familie toevoegen. Zo. Oh,
Het is een vrouwenbende. Het is een vrouwenbende. Ja, je kan in de familie zitten, maar alsnog kan je er niet achter. Dat is fijn. En ik ga je geen computer geven voor die parafleveringen dat je hier bent. College schema. Wat? Hoe vaak krijg ik dit? Ik weet het inmiddels. Ik dacht dat zij dat kreeg. Ik wou het zeggen, want jij, ja, morgen die tentamen. Of examen. Aangrijpen. Ik sta niet bij, hoe laat? Hoe laat is het? Ik weet niet meer, of 10 uur of 2 uur, ik weet het niet meer. 12 uur. Dus je kan niet meer naar school met hem. Ik zou ook een rabbit hole worden als ze die diplomas krijgen, want ze gaan naar binnen in de C-Pix en komen met hun diploma naar buiten. Dat is ook jammer. Wat zijn jouw karakter-eigenschappen eigenlijk? Dat is Moochie Peachy, Benji. Appetitia Magra, your annoying voice. Dromen, somber en creatief. Fiora Chabot. Glass and Kispa. Drobo. Sober. Oké. Ik geef er ook niet dat goedkope dingen. Waardoor de prijs naar beneden gaat. Want er is maar een paar dagen bij. Daarna gaat ze nog mee naar de universiteit, dus op de universiteit is ze elkaar toch, dus dan kunnen ze dus goed uitvoeren. Oh nee, wacht even, ho! Ho! Als ik haar uit de party gooi, dan gaat ze van de universiteit af. Uit de familie gewoon. Oh, shoot. Zula! Ja. Lessa Boo Moochie Peachy. Evo Lava. Tribal Forms. Het is echt een jeugdliefde die overgaat in een volwassenliefde. Ze heeft geen alles. In het begin heeft ze gesnuffeld. Vond het niks. Toen zag ze haar en het was bingo. En mag ik vragen, wil je alsjeblieft uit je vampierenvorm gaan? Wat is er met de Simpsons aan de hand? Finia Papers. Watanabe. Sola. Vivara. Maybe. Nay. Vivara. In the lake. Oh, what's this? Love it, Malika, what's that? I'm just gonna be a You know what?
Ik ga jou even bewerken. Oh, jij had je papier vorm nog niet eens. Zo, want dan kun je in een gewone vorm, okay, hoef je niet een vampier te zijn. Zo. Ah, ga je me nou vertellen dat je oogkleur niet kan veranderen? Oh ja. Je hebt blauwe geloof ik. Nou, we houden het op de maakt niet echt. Zo, nee, hier zien we hier tenminste. Ik heb eens vergeten, zat de vampier dingetje nog niet gedaan. Ik zal je bedankt. Ik zal jullie even laten zien wat ik bedoelde, dan gaat de video ook nog. Wat is er nou op de kleed? En ik zeg, vampier, duistere vorm verbergen. En dan is ze weer zichzelf weer. Maar ik was vergeten dat hij in de kast moest regelen. Maar bedankt voor deze aflevering. Ik hoop je in de volgende aflevering te zien. Doei doei. Oh. Oh. Verkeerde toets.